Weet jullie wat een freakshake cupcake is? Nee. Nee, maar ik weet wel wat een freakshake is. Ja, en wat is het dan? Een milkshake, maar dan met heel veel smaak erin. En dan aan de rand erin, en dan cupcake op, en dan donut erop, en dan een cake op. En dat gaan jullie dus nou ook doen, maar dan van een cupcake. Kijk eens, ik heb er eentje meegenomen. Zo, Klaas. Goed, hè? Ik zag van, wow, dat ziet er echt super mooi uit en zo. En ik heb nog nooit van freakshakes gehoord. Dus toen dacht ik, dat gaat wel moeilijk worden. Oké, zal ik laten zien hoe je hem opbouwt, jongens? Graag. Ja, wel leuk, denk ik, om te zien, toch? Ondertussen ga ik gewoon wat snoepjes maken, oké? Kijk, wat we dan doen, na het bakken van die cupcake, doe ik eigenlijk gewoon met een spuitje. Appelboordje kun je ook gebruiken. Ik haal even met een spuitje gewoon even een deel eruit, zie je? Een beetje een mooi gaatje, zie je? Dan gaan we gewoon vullen met een klein beetje pure chocolade doe ik erin. Ik ga het cupcake opspuiten. Kijk. Een zure mat. Mooi, hè? Dat is snoep van marsepein allemaal. Dat lijkt net echt, hè? Ja. Ik ga het cupcake opspuiten. Ik begin vanuit het midden, zeg maar. Ik haal mijn spuitje gewoon rechtop. Eigenlijk. Gewoon een beetje. Zie je hoe mooi het is? Dan pak ik eigenlijk, want het is een cupcake, maar alleen in de vorm van een donut. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een ringetje. Wat we gebakken hebben natuurlijk in zo'n donutvormpje. Ik snij er een klein reepje vanaf. Volgens als je hem erop zet, blijft het ook mooi staan, zie je? Dus ik zet hem eigenlijk zo erop. Dan gaan we de chocola afrekenen. Alsof het een soort chocoladesausje is die over die donut heen loopt, zeg maar. Het mag best een beetje speels zijn, want daarop komen natuurlijk allemaal nog die snoepjes zo meteen. Dus die Robert aan het maken is. Donutje erbij. Muisje erop, kaneelstokje. Dus nou, we hebben een mooi dropfeetje. Nou, die kunnen we nog een beetje zo leuk eroverheen draperen. Zie je wel leuk? Muisje erop, kaneelstokje.